De aanloop naar dit lange hemelvaartsweekend beloofde al veel goed. Oplopende temperaturen. Veel ruimte voor de zon. Vriendelijke stapelwolken. Af en toe ook sluierbewolking. En dat levert ook mooie optische verschijnselen op. We zien hier twee bijzonnen op de foto. Een plaatje gemaakt op de camping. En dat is een prima plek om dit weekend te vertoeven. Of in de buurt van het water, want de temperatuur gaat nog wat verder oplopen. En daarmee krijgen we ook een beetje van die broeierige warmte. Wat ook de luchtvochtigheid gaat verder toenemen. Nou, waar komt die warme lucht en ook die vochtigheid? lucht dan vandaan. Op vrijdagavond zien we ten noorden van Nederland een uitgestrekt hoge drukgebied. Daaromheen een oostelijke stroming die voert milde en vrij droge lucht met zich mee. Maar in de loop van het weekend gaat die stroming een beetje naar het zuidoosten draaien en daarmee komt wat vochtigere lucht vanuit het Middellandse zeegebied onze kant op. Op zaterdag zullen we ook iets meer wolkenvelden zien, vooral in het zuidoosten van het land. Aan zee is er dan meer ruimte voor de zon. Zaterdag nog wel droog, maar op zondag zien we in het Binnenland toch wel wat regen en onweersbuien in de verwachting komen. Lokale verschijnselen, maar dan gaat die warmte dus mogelijk afgestraft worden door zo'n pittige onweersbui. Nou, op zaterdag dus nog droog weer vanuit het zuidoosten mogelijk wel wat meer bewolking wat in het binnenland maximum temperatuur rond 20 graden maar als het even mee zit en die bewolking openbreekt kan het in het zuidoosten ook makkelijk 22 graden worden. Aan zee net iets onder 20 graden zo'n 18 à 19 met daar dus de meeste ruimte voor de zon en dan nog een matige noordoostenwind. Nou, op zondag dan gaat de wind dus al een klein beetje draaien. Komt er iets meer vochtige lucht onze kant op? Gaat de dauwpunten wat hoger uitvallen? En dan zal die 20 tot 24 graden een stuk broeieriger en klammer aanvoelen. En later op de dag, namiddag, avond, vooral in het binnenland kans op een onweersbui. westen houdt het dan wat vaker droog. Dan houdt die warmte dan stand na het weekend? Maandag zien we ook nog een piekje van de temperatuur in de pluim terugkomen. Dan zelfs nog iets hogere maximale maar na het weekend hebben we wederom met een dipje van de temperatuur te maken. Maar het kwartje kan een beetje twee kanten opvallen. Als er een noordenwind opsteekt, dan gaan we die dip meemaken. Maar als die oosten, noordoostenwind stand houdt, dan blijft de temperatuur rond die 20 graden uitkomen. Maar het weekend in ieder geval op zaterdag nog droog. Zondag kans op een enkele onweersbui met dus stijgende temperaturen.